De recente COVID-uitbraak in Suriname kan vermoedelijk gelinkt worden aan Brazilianen die het land zijn binnengekomen en die niet zijn ontdekt door de autoriteiten. Dit zei infectioloog Steven Vrede vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Er zijn op dit moment 34 actieve cases. Vrede zegt dat de meeste COVID-gevallen die in Paramaribo positief zijn getest, herleid kunnen worden naar Albina. U weet, Albina, dat is onder andere een plek waar illegale Brazilianen of terechtkomen of van daaruit naar de goudvelden reizen. Een ander geval is inderdaad een behoorlijk geïsoleerde goudmijn. Dat is het geval van, hoe heet het, Assisi Creek, dus in de buurt van Bensdorp. Daarvan hebben wij ook heel sterk het vermoeden dat het te maken heeft met iemand die uit Brazilië in dat gebied terechtgekomen is, omdat COVID komt niet uit de grond. Je moet echt iemand hebben die in dat gebied komt met COVID, waardoor die het op anderen overdraagt. En als we kijken naar wat is de meest waarschijnlijke plek, dan moet het toch wel iemand zijn uit Brazilië die daar gekomen is. Omdat de Fransen nu eigenlijk hun hele westelijke gebied, dus voor ons het oosten, heel goed gecontroleerd hebben. Daar hebben ze de afgelopen weken, misschien meer dan een maand, geen nieuwe gevallen. Zij hebben hun land ook intern afgesloten, waardoor die gevallen die ze aan de kant van de Braziliaanse grens, dus de gebieden van Oiapoque en Camopi, daar hebben zij ook een outbreak, want zij zitten inmiddels ook op meer dan 400 gevallen. Allemaal vooral mensen die uit Brazilië komen. En dat proberen ze te containen. Dat gebied hebben ze zo goed als mogelijk afgesloten van andere delen van het land. En dat zijn ook de maatregelen die wij nu wij een uitbraak hebben in Suriname, hebben geïmplementeerd. Vrede benadrukt dat de verscherpte maatregelen die gisteren zijn aangekondigd niet bedoeld zijn om de gemeenschap onaangenaam te zijn. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat deze uitbraak zo snel mogelijk ingeperkt wordt. Als je dat niet doet, dan heb je binnenkort een enorme verspreiding. En er zijn mensen die zeggen van ja, maar de economische impact en de scholen, et cetera. Maar kijk, als je niks doet, dan is er ook een economische impact. Maar dan heb je op een gegeven moment gewoon geen bedrijfsleven meer. Ja, dus ook geen mensen. Je hebt geen keus. Ja. En kunnen we spreken van community spreading? Want zeg van, als je de bron kan herleiden, is het nog geen community spreading. Maar nu wordt de term wordt toch wel nu gebruikt. Is er nu wel community spreading? Nou kijk, wij zijn op dit moment nog steeds aan het inventariseren. En het ziet er naar uit dat alle gevallen die wij nu detecteren, dat die wel terug te leiden zijn naar een bron, die ook weer terug te leiden is naar een ander. Dus ik zou nog niet zeggen van er is community spread. Aan de andere kant zeg ik van als er infectie op infectie op infectie optreedt, dan kan je wel zeggen van ja, ze komen allemaal daar vandaan, maar op een gegeven moment maakt het niet meer uit of het community spread is of niet community spread. Op een gegeven moment heb je zoveel infecties in je samenleving dat je toch bewegingsbeperkingen moet opleggen aan de mensen. Dat was Steven Vrede van het COVID management team. Hij doet een beroep op de gemeenschap de maatregelen van de overheid stipt op te volgen.